Goedendag, we zijn vandaag in Coach Zutillen. Hallo. Yes, we gaan tegen elkaar strijden, maar niet tegelijk. Niel start in de eerste startgroep van de KSR. Juist. En Jeroen start in de laatste startgroep van de KSR. We hebben allebei een filmer mee. Dat ga je straks zien in dit filmpje. Vergeet niet even een duimpje omhoog te gooien. Liken, delen. Precies. Yes, oké, okay, ik ben er klaar voor. Ik doe het jasje uit. Ik geniet nog even van een bakje koffie, want ik start over 3 kwartier. Het mutsje gaat af, de haar in de vlecht, strijdersvlecht. Ga ik wel even doen. Heel veel plezier. Succes. Maar een hele mooie wedstrijd worden. Later. Going forward without knowing the direction. I need to be honest. It was for the better. Now every day is perfect for us.
Thank you.
ook daar onderlangs bij de korte survivoren. Daar in het blauw. En Sasa Jeftic. Hij dus, dames en heren, daar onderlangs passeren. En hij dus hier ook naar een leuke plaats hier bij zijn survivoren. En dan gaan we kijken naar de andere mannen die er dus binnenkomen. En dan gaan we natuurlijk straks ook kijken naar Tanja Etler uit Schwabmünchen. Want zij staat hier te filmen, kijk eens. Sie macht den Film hier. Aus Schwabmünchen, ook weer zo'n schöne deutsche Name. En dan, dames en heren, gaan we hier naar de volgende mannen. Hier dan bijvoorbeeld met nummer 254. Komen we hier dan naar de finish met Patrick Heuvelman uit Lichtenvoorde. Hier dan vlak voor me met nummer 442 W.J. Hoek uit Havelte. W.J. Hoek, geef in volg je voornaam er ook bij, jongen. Jan-Jacob Veenstra uit Gietjerk. Jan-Jacob Veenstra, ook hij is hier. Ja, kijk eens. Wat een kanjer, hè? Hey, kanjer! Hey! Hoe is je, jongen? Onderlangs, hè? Onderlangs. Als je denkt van, dat is moeilijk, dan moet je dat hier doen. Oké. Okay. Hij dus ook door. Hoek, vorige week ook actief. Vandaar de kreet. Hier met nummer 259. Zit dus even lekker bij te komen van de strapaatsen. Dirk Groot gaat nu op. Hier is bij de korte survival. Hij is net aan de kant. Hij loopt al, hoor. Ah. Woe, dat was hem weer. Niels heeft gelopen als een klasbak. Top 10 weer. Yes. Het ging echt zeker niet vanzelf. Het was zwaar, die modder. Dat zie je ook in het filmpje. Het was echt, het was pittig. Armpjes helemaal verzuurd. Eindtijd is nog op de elleboogjes, stukjes. Maar ik ben blij, tevreden. Het was een sterk deelnemersveld. Achtste is lang niet gek. Ik ben trots op Niels en ik moet nog heel hard trainen om hem bij te kunnen houden. Zo is het wel. Maar dat gaat Jeroen wel weer lukken, denk ik. Daar ben ik lichtelijk bang voor. Ja, zeker. Maar goed, vond je dit filmpje leuk? Gooi een duimpje omhoog. Abonneer even op ons kanaal. En wij zien jullie in het volgende filmpje. Later. Later.